Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie is voorstander van het vernoemen van het nieuw hoofdbureau van politie naar inspecteur Herman Goeding, die in augustus 1990 werd doodgeschoten. Gisteren werd een herdenkingsdienst gehouden ter nagedachtenis van Goeding op de plek waar hij 34 jaar eerder werd vermoord, nabij Fort Zeelandia aan de waterkant. Voor zijn dood was Goeding bezig met onderzoek naar de moorden in Moyowana en een drugsvangst in Mungo. Volgens Amoksi is het goed om de politieinspecteur te eren in zijn strijd naar gerechtigheid. Alles wat hij in zich had, alles wat hij gedemonstreerd heeft, en ik denk aan het Korps Politie Suriname, en men zegt, men ziet, men beleeft, maar moedig door innerlijke kracht. Ik ben sowieso daarvoor dat Herman Goeding eventueel, dat het politieopleidingscentrum naar hem wordt vernoemd. Maar ik zou persoonlijk, zou ik ervoor kiezen om het nog te bouwen politiebureau naar Herman Goeding te noemen. Het hoofdbureau van politie, dat moet komen aan de De herdenking van Goeding werd georganiseerd door de stichting 8 december 1982 en de familie Goeding. Melinda Nijbroek Goeding, dochter van Herman Goeding, stelt dankbaar te zijn dat het onderzoek naar de dood van haar vader sinds het vorig jaar is heropend. Ik had ervoor kunnen kiezen om in Nederland te blijven. Maar ik heb gekozen om terug te komen naar het land waar mijn vader zijn leven voor heeft gegeven. En het geloof dat ik altijd heb behouden en nog steeds heb, is dat de waarheid aan het licht zal komen. En het geloof dat wij dat zullen meemaken. Mijn oma, zijn moeder, heeft dat niet kunnen meemaken. Zij heeft niet kunnen weten wie de moordenaars waren van haar zoon, omdat de rechtsstaat niet functioneerde. Alleen wanneer de rechtsstaat functioneert zonder aanzien des persoons, zullen wij pas een rechtvaardige samenleving kunnen opbouwen. Goeding stond bekend om zijn toewijding en integriteit in zijn rol binnen het politieapparaat. Naast een bloemenhulde werden aan het eind van de ceremonie witte ballonnen opgelaten.